Het is zondagochtend. Je hebt net gedoucht en loopt nu naar beneden om te ontbijten. Je kijkt aan tafel en ziet dat je zuster nog niet is. Wanneer je op de klok kijkt, zie je dat het al bijna 8 uur is, dus ze moet op gaan schieten, anders komt ze te laat voor haar baantje. Je zucht en grinnikt. Typische zus. Ze heeft waarschijnlijk weer te laat gemaakt gisteravond en wil nu niet meer uit bed komen. Rollend met je ogen loop je naar boven. Je bonst op de deur van haar slaapkamer. Apart. Normaal krijg je dan al gelijk geïrriteerd gemompel. Ze is namelijk een lichte slaper. Een vreemd gevoel bekruipt je, maar je kunt het nog niet helemaal plaatsen. Je klopt nog een keer, maar er is nog steeds geen antwoord. Je opent de deur. Je ergste nachtmerrie wordt overtroffen. Je zus ligt namelijk niet meer in haar bed, nee. Dat lieve meisje met wie jij gisteravond nog Iron Man hebt gekeken, die hangt daar, aan haar zelfgemaakte strop. Jaarlijks overvalt zo'n tragedie ruim 120 families. Dit is een verdubbeling sinds de jaren 50. Het is zelfs de tweede meest voorkomende doodsoorzaak onder jongens. En onder meisjes de derde. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 kinderen heeft aangegeven dat ze wel eens last hebben gehad van depressie. En dat zijn alleen nog maar degenen van wie we het weten. Want depressie is iets vreemds en als je het hebt ben je een freak. Dus waarom zou ik ook maar aan iemand vertellen dat ik me leeg voel? Dat ik klaar ben. Dat ik iedere ochtend wakker word en zou willen dat het alweer over was. Zal ik het nog 1 dag proberen? We moeten als een maatschappij stoppen met het verduivelen van deze mensen. En ze in plaats daarvan de hulp aanbieden die ze zo hard nodig hebben. We moeten de symptomen van depressie leren herkennen. En op onze naasten letten. Zijn ze vaak geïrriteerd? Doen ze nog wel de dingen waar ze zo van konden genieten? Slapen ze genoeg? Is die geruststellende glimlach wel echt? Gelukkig zijn wij mensen. We hebben de vaardigheid om ons in te leven in een ander en te letten op de mensen om ons heen. Zelfmoord trekt dagelijks als een dodelijke ziekte door ons Nederland. Maar wij als mensen, wij dragen zelf het medicijn bij ons. Vandaag is het gelukkig nog zaterdag. En het is een prachtige dag om met je broer of je zus of je vriend of je vriendin Iron Man te kijken. Maar zet vandaag eens een keer die film op pauze. Gebruik je medicijn en vraag, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Dank u wel.